Hallo. Hallo. Heb je een leuke verjaardag? Ja. Wat heb je daar? Oeh, niet zo eng doen. En ik voelde me nog steeds niet zo tof, maar ik dacht ook echt, ik ga niet meer filmen. Ik heb geen energie meer, ik wil terug naar binnen. Ik wil gewoon op de bank liggen, ik voel me echt niet goed. Maar Bas die dacht dat ze misschien last had van haar been. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Equitality. En dit is een video waarin Sanne nog wel voorbij komt, maar die gaat bijna op vakantie. En het is haar verjaardag vandaag. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis van Oldenzaal. Ik weet niet waarom, maar daar had ik een oproep. Want ik had nog wat klachten van na de bevalling. En dit is ook de reden dat ik nog niet zo heel veel weer paard gereden. Ik heb wel inmiddels weer een les gehad, maar ik ben nog niet heel fanatiek aan het rijden. Omdat ze dit dus ondertussen nog aan het uitzoeken waren. Ik heb nog geen uitslag gehad. Ze hebben net in mijn buik even wat dingen onderzocht. En want sinds de bevalling heb ik wat vage buikpijnklachten gehouden. En die kunnen ze niet helemaal verklaren. Ze hebben al wat onderzoeken gedaan. Ze zijn nu wat vervolgonderzoeken aan het doen. En over 2 dagen krijg ik daar de uitslag van. En Sanne en ik zouden eigenlijk vanmiddag een meeting hebben bij Apeldoorn, daar bij de Kanterel. Maar die ging helaas niet door, omdat iedereen tegenwoordig griep heeft. Dus onze middag kwam in 1 keer helemaal open. En vandaag is het Sanne's verjaardag, dus we gaan zo meteen lunchen en eventjes kijken of we nog iets leuks gaan ondernemen voor haar verjaardag. Dus dan neem ik jullie even mee en dan ook de rest van de week neem ik jullie mee als Sanne weg is, maar de rest van mijn activiteiten. Daar is ze wel. Hallo. 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 Heb je een leuke verjaardag? Ja. Wat heb je daar? Sinaasappelsap. Oké. Ook zo dichterbij voor het fluisteren. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Sanne zit ondertussen in het vliegtuig naar Japan. Die moet volgens mij nog 1,5 uur. En Daphne is nu hier helpen met het uitmesten van de stallen. Hoi jongens. Jullie hebben er weer een bende van gemaakt hier. Dat is niet normaal. Ik heb dit gisteren opgeruimd, jongens. En je hebt het net er ook weer afgesloopt, zie ik al. Jullie hebben 1 grote zooi gemaakt. Hoe is het met jou? Hallo. Zijn jullie ook zo klaar met de regen? Ja, ik ook. Hoi. Mag jij weer niet meedoen? Oeh, niet zo eng doen. Niet eng. Die enkeltjes. Hallo. Nou, Daphne en ik zouden eigenlijk een buitenrit gaan maken met Roos en City. Maar omdat het dus ontzettend hard regende, hebben we besloten dat een dag door te schuiven, dus naar vrijdag. En zijn we vandaag eerst even de ponies weer een beetje gaan borstelen en ontharen. Daar is de volgende. Nou, het is inmiddels dinsdag en eigenlijk wilde ik vrijdag verder met vloggen. Dus we gaan eerst even terug naar vrijdag. Ik zou met Daphne een buitenritje gaan maken. Nou, daar heb ik ongeveer 30 seconden kunnen filmen. Afgelopen donderdag regende het heel hard en toen hebben we gezegd, oh, dan proberen we morgen weer een ritje te gaan maken. En we hadden echt al 8 keer afgesproken zo om samen te gaan rijden en elke keer kwam het er dus niet van. Dus vrijdag, ik voelde me niet zo lekker, maar ik dacht, ga niet nog een keer afzeggen. Ik ga er nu op zitten, de zon schijnt, je weet niet hoe lang dat weer duurt in dit land. Dus
We zijn naar buiten rit gegaan, maar ik zei echt al tegen de dag van ik had zo weinig energie. En ik had helemaal, ik kreeg bijna de camera er niet bij. En ik kreeg bijna mijn paard niet opgezadeld. Daphne heeft me dan nog een beetje opgeduwd. Ik zeg, doe wel een kort rintje, een beetje kalm aan. En dan maar zijn we in elk geval geweest. En dan is dat misschien een mooi begin voor. Dus zie hier een stukje van onze rit. Schappies! Hallo! Hoi! Hoe gaat het? Goed hoor. Lekker chill in de zon. Lekker hè? Ja, leuk. Sloot. Oh, no. Echt, hè? Schappies! Nou, toen kwamen we terug. En ik voelde me nog steeds niet zo tof. Maar ik dacht ook echt, ik ga niet meer filmen. Ik heb geen energie meer. Ik wil terug naar binnen. Ik wil gewoon op de bank liggen. Ik voel me echt niet goed. Man, ik moest echt bijna huilen toen ik gewoon mijn spullen nog op moest ruimen. Het sloeg echt helemaal nergens op. En toen kwam ik thuis en toen zag ik inderdaad dat ik al best wel koorts had. En nou ja, het werd zeg maar gedurende de dag werd ik steeds beroerder. En in de loop van de middag werd het 39,5 graden koorts. En toen continu overgeven. En nou ja, het nam dus een fijne wending. Nou, vrijdagnacht heb ik ook niet echt kunnen slapen. Dat waren veel sprintjes naar het toilet, zeg maar. En zaterdag heb ik besloten contact op te nemen met de huisartsenpost. Met de spoedpost, omdat het echt helemaal niet goed ging. En daar ben ik toen gezien. Hebben ze wat onderzoeken gedaan en nou ja, met dat medicatie hadden ze gehoopt eigenlijk dat het goed genoeg zou gaan om weer naar huis te gaan. En zaterdagnacht werd het nog veel erger. En zaterdag was ik echt zo beroerd inmiddels dat ik echt moeite had om gewoon bij te blijven, zeg maar. Ik had het gevoel dat ik elk moment knock-out kon gaan. En nee, ik viel ook de hele tijd in slaap. En toen dacht ik, zondagochtend, ik zag alleen nog maar sterretjes. Ik was helemaal, echt helemaal niet goed. Ik kon echt helemaal niks meer. Nou, toen zijn we naar de huisartsenpost gegaan op zondag. En toen hebben we Noe ook gelijk meegenomen. Want wat was nou nog groter probleem? Ik was dus inmiddels helemaal uitgedroogd in dat weekend. Maar Noe kreeg nog borstvoeding, omdat ze dus niet goed tegen kunstvoeding kon. Ik heb een maand geleden ongeveer al geprobeerd af te bouwen met de borstvoeding en heel langzaam over te gaan op de kunstvoeding. Ik zag in mijn DM dat echt al heel veel mensen met adviezen kwamen en hoe zij dat toen ervaren hebben. En we hebben inderdaad ook gewoon van alles geprobeerd. Maar ze konden echt heel slecht tegen en we waren verwezen naar de kinderarts. En met hele kleine beetjes opbouwen en zo, maar na één slok was ze echt al zo extreem aan het overgeven. Dus Noe is zondagmiddag met Bas naar de kinderarts gegaan om uit te zoeken wat zij wel aan voeding kan verdragen. Omdat ik natuurlijk bijna geen borstvoeding meer kon produceren. En ik ben naar een andere afdeling gegaan en aan het infuus gelegd. Nou, ik zie er inmiddels ook uit alsof ik echt een week in de wildernis heb doorgebracht. Maar nou, het is nu dus dinsdag. Ik moet hier sowieso nog tot morgen blijven. En dan gaan ze opnieuw kijken of ik nog moet blijven. Maar wat ze met name aan het onderzoeken zijn is, ik ben al weken elke keer ziek. En dan echt over een periode van 7 weken heb ik 2 keer borstontsteking gehad, voor of zolder ontsteking. Nou, echt elke keer koorts en elke keer wat anders. Maar dan wel elke keer gewoon net echt te ziek. Dus ja, ik functioneerde niet zo lekker. Ik heb al vaak contact gehad met de huisarts. Ze zijn nu van alles aan het onderzoeken of er toch wat onderliggends of wat anders gaande is. En dan hoop ik dat ze snel daar uitslag van hebben. Er is nu nog niet zoveel bekend. Ik zit inmiddels wel weer aan het infuus. Oh ja, en voordat ik het vergeet natuurlijk. Ik vertel net dat jullie allemaal vet goed meedachten in de DM en adviezen hadden. Nou vergeet ik vervolgens te vertellen hoe het is afgelopen met Noe. Noe heeft via de kinderarts toch weer terug naar een normale voeding, ander merk. Want er waren eigenlijk verder geen allergieën uitgekomen. Ze had geen koemelkallergie. Maar wel een hele heftige reactie. Nou, er is een wat ander opbouwschema gekomen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het tot nu toe eigenlijk best wel goed gaat. Ze drinkt wat kleinere beetjes. En
En het valt nog niet helemaal lekker, maar je ziet wel dat het nu elke dag wat beter gaat. Dus het lijkt erop dat dit in elk geval wel gewoon goed gaat komen. En dan kunnen we dat nog een beetje wisselen en dan langzaam over helemaal op de andere voeding. Nog een keer. Doei. Kikkeboe! 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 Nou ja, vandaar dat deze video een beetje abrupt geëindigd werd. Sanne is natuurlijk nog op vakantie en ik ben niet meer thuis geweest. Daphne heeft ondertussen voor de paarden gezorgd. Ja, ik heb hier verder niet zoveel beleefd. Dus zo zijn jullie in elk geval even een beetje op de hoogte. Kon ik in elk geval nog even iets online zetten met de vlog die ik wel begonnen was voor jullie. En ik hoop dat ik later deze week weer gewoon thuis ben en weer zelf de paarden kan doen. En me snel weer ook beter voel. Want ik ben hier echt wel een beetje klaar mee inmiddels. Hoi allemaal. Iris had mij gevraagd of ik even een updateje wilde maken van de paarden op stal. Want het is vandaag woensdag en Iris ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het is wel, waarschijnlijk mag ze wel vandaag naar huis, dus dat zal heel fijn zijn. En Sanne zit natuurlijk in Japan. Dus de afgelopen 4 dagen heb ik voor de paardjes gezorgd naast mijn werk. Dus dat was best wel druk. Maar ja, er moet toch iemand voor de paardjes zorgen, want ze kunnen natuurlijk niet voor zichzelf zorgen. Maar ik doe het met alle liefde. Ja, en eigenlijk gaat het wel goed met de paardjes zoals jullie zien. Ze zitten een lekker hondje te eten. Ik had ze even een plukje hooi gegeven. Nou ja, hebben ze eigenlijk zelf gestolen. Dat doet Peanut eigenlijk altijd. En daarachter staan City en Roos. Die hebben het eigenlijk ook al naar hun zin. City heeft echt last van de hormoontjes, maar ja, dat heeft ze altijd als ze drachtig is. En Roos die leek niet zo heel goed te pas gisteren, maar het lijkt nu ook wel weer beter te gaan. We dachten eerst misschien een beetje koliekachtig, want gisteren toen ik aankwam fietsen, toen lag ze al in de wei. En daar bleek ze dus al een half uur te liggen, maar ze stond eigenlijk wel gauw snel weer op en ja, ze oogde ook niet heel erg ziek of zo. Dus we hebben toch in overleg met Iris heb ik haar toch voor de zekerheid colostrum gegeven en dat helpt ziek. Dat helpt Roos eigenlijk altijd wel goed. En ja, dat. Even verder over Roos. Roos staat toevallig nu bij mij. Die zit nu de rest van de hooi op te eten. Die heeft de rest weggejaagd. Maar Bas die dacht dat ze misschien last had van haar been. Want ze heeft dus gisteravond lag ze dus ook in de stal. En toen ze overeind kwam, was het gevoel dat Roos dus ook met haar been aan het trekken was. Alsof ze daar pijn aan had. En daar keek ik dus net op. En ik denk dat dat wel het probleem is. Peanut, ga eens aan de kant. Want dit heeft Roos dus al vaker gehad. De hele huid laat dus hier eigenlijk los. Ja, dus waarschijnlijk is dat dus het probleem. Ik heb Iris een foto gestuurd. En die heeft de foto doorgestuurd. Die heeft de foto doorgestuurd naar de dierenarts. Kijken of we daar dus nog wat mee kunnen. Maar waarschijnlijk verklaart dat dus waarom ze dus elke keer gaat liggen. Hé, Peanut? Jij voelt je wel goed, hè? Ja. Oh, dat is lekker daar. Oh, daar is zo lekker om te kittelen. Ja. Dat was de update vanuit de paardjes. Ik hoop dus dat Iris vandaag weer terugkomt. Dat zal heel erg fijn zijn. En dat ze weer snel beter is. Tot later. Nou, dit was gewoon even een beetje de samenvatting. Dat was nog best een lang verhaal. Maar het is alsnog de korte versie. En ook wel heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende video met paarden. En weer onder normale omstandigheden. Doei.